Goedenavond. Een modellenbureau beginnen is vaak gouden handel. Je laat de aspirant beroemdheden betalen en je doet verder weinig voor ze. Er is veel kaf onder het koren. Kobi Ypenburg woont in een huurflat en liet in de keuken een prachtige tegelvloer aanleggen, werkelijk waar. En nu ze gaat verhuizen, zegt de woningbouwvereniging, die vloer die moet eruit. Is dat terecht? En hier zijn twee schilders bezig met verf op waterbasis. Mag je de kwasten straks gewoon onder de kraan uitspoelen, ja of nee? Verfverkopers gaven ons tegenstrijdige adviezen. Reportage met de verborgen camera daarover. Eerst de belbus. Ger Nijboer uit Heerlen liet een jaar geleden voor 12.000 gulden een stuklaag aanbrengen op een zijgevel van zijn huis. Het lijkt op een gemetselde muur, maar in werkelijkheid zitten er nepstenen op de stuklaag. Het verschil tussen de echte muur rechts en de stuklaag links is duidelijk te zien. Nadat ik dus de buitengevel had laten restaureren, kwam na de regenperiode, begon het vocht door te komen naar binnen en overal het stukwerk los te laten. En over en boven ook het behang. En nou tot overmaat van raam komt ook overal schimmel op de muren tevoorschijn. En dus nam Nijboer contact op met het stucadoorsbedrijf. Maar volgens die firma had het vochtprobleem niets te maken met die nieuwe stuklaag. Ik begrijp het niet, want ik woon hier nu al 6 jaar en ik heb nog nooit vocht gehad. En sinds die buitengevel nou gemaakt is, heb ik vocht. In de belbus bouwkundig ingenieur Rolf Radermacher. We zien hier dat het stukwerk erg hol klinkt. We zien ook scheurvorming hier. En hierdoor kan hemelwater in de muur stromen. Om achter de ernst van de lekkages te komen, meet Radermacher met dit instrument. Op veel plekken gaf het instrument aan dat er te veel vocht in de muren zit. Hij sloeg meer dan rood uit. Als gevolg van de vochtdoorslag brokkelt het stukwerk reeds af. Een ander meetinstrument met dezelfde functie. Alleen dit apparaat piept bij vocht. Ja, ik heb de gevel van binnen en van buiten geïnspecteerd. Aan de binnenzijde heb ik op diverse plaatsen vocht waargenomen. En op de opdrachtbon geeft het bedrijf eigenlijk aan dat de gevel 100% waterdicht zou zijn. Ik denk dat het bedrijf geen goed werk geleverd heeft en dat zij de gevel alsnog waterdicht moeten maken, zodat het werk naar behoren wordt opgeleverd. Remco Kams uit Landgraaf is student en heeft een bijbaantje bij de plaatselijke supermarkt. Na jarenlang vakken vullen kon hij een gloednieuwe scooter kopen ter waarde van 6.000 gulden. Op een dag stond mijn scooter in het magazijn van een supermarkt. Ik moest hem naar buiten zetten vanwege papiercontainers die geleeg moesten worden. Mijn verkoopleider en nog iemand zouden erop letten en daarna weer naar binnen zetten. Ik mocht hem niet afsluiten, want dat was een directe bevel van mijn verkoopleider. Ik moest meteen weer aan het werk gaan. Ze hebben niet goed opgelet, want mijn scooter is gestolen. Remco's verhaal is bevestigd door de vulploegleider en nog een collega die allebei een verklaring hebben getekend. Maar daarmee is de scooter nog niet terug. Ik heb ze aansprakelijk gesteld, maar ze willen het dus niet vergoeden. De belbus reed naar Remco's huis met advocaat Rob Bedo. Remco, er zijn zelfs meerdere bepalingen op grond waarvan de werkgever aansprakelijk is. Enerzijds omdat er schade is ontstaan tijdens het werk, is de werkgever al aansprakelijk, maar ook omdat een andere werknemer, jouw baas, die zou die scooter weer binnenzetten. Dat heeft hij niet gedaan, dat heeft hij nagelaten. Het is duidelijk dat jou niks kan worden verweten. Er is geen sprake van opzet of schuld of bewuste roekeloosheid of iets dergelijks. Dus jij gaat helemaal vrij uit en de werkgever moet volledig betalen. Nou, de supermarkt is overstag. Remco krijgt de dagwaarde van zijn scooter vergoed 5500 gulden. Het stucadoorsbedrijf wil zelf nog een andere deskundige inschakelen en afhankelijk van dat oordeel gaan ze het stukwerk aan Huize Nijboer wel of niet repareren. Wilt u ook dat de belbus bij u komt voorrijden? Bel met nummer 035-6722-722. Liefst na de uitzending bellen met Stichting de Ombudsman 035-6722-722. Sinds enige jaren bestaat de verf op waterbasis. Het stinkt minder, sneller droog en je hebt geen terpentine meer nodig om je kwasten schoon te maken. Maar betekent dat ook dat je kwasten en rollers onder de kraan mag uitspoelen? Met die vraag gingen we deze week op pad langs bouwmarkten en verfspeciaalzaken. En we namen de verborgen camera mee.
Hoe maak je die kwast schoon? Met water. Het is verf op waterbasis. Je kunt gewoon onder de kraan houden en schoon. Je met je vinger erheen op het tijd. Dat vind ik het ideaal. Dat is net zoals muurverf, latex, rollen. Ja. Dan maak je ze onder de kraan schoon. Als het op waterbasis is. Ja, ja. Maar dan kan je gewoon zo weg laten lopen. Ja, eigenlijk niet. Het is verf. Maar ja, dat wordt zo verdund als je het schoon spoelt dat het ding niet zoveel uitloopt. Ik spoel dat er gewoon uit om in de wastafel op te krijgen. Die kwasten, kun je die zo onder de kraan uitspoelen? Nee, dat is chemisch afval. Als u dat doet, dan wordt mijn milieutoeslag straks over 5 jaar vervijfvoudigd. Later krijg je niet uit oppervlakte water. Dat is chemisch afval. Je zal wel niet kijken dat er specifieke dingen bij staan, hoor. Er zitten gewoon minder schadelijke stoffen in als terpentine gedragen verder. Ja. Of het dan echt natuurvriendelijk of milieuvriendelijk is, twijfel nog steeds. Ja, het is een milieuvriendelijkere verf, maar het houdt niet in dat je ze onder de kraan mag houden. Dus, nou ja, iedereen doet het wel. Maar wat moet je er dan mee doen? Eigenlijk moet je het inleveren bij het chemisch afval. Die kleurstof, die pigmenten, die blijven altijd schadelijk. Hoe erg ze ook verdunt. Ik zou het zelf ook gewoon onder de kraan doen. Vanuit het milieuoogpunt moet je zeggen van, breng het weg. Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Gewoon onder de kraan en de kin een beetje zo op het ijs en van de gootsteen. En dat spoelt gewoon vanzelf weg. Wil je het echt doen zoals het moet, dan doe je het in een emmer. En dan laat je dat staan. En op een gegeven moment krijg je die drap onderin. Dan gooi je het bovenste weg, het water. Die drap spaar je op. Dat mag wel. Dat wel. Het water mag weg. Die drap. Oh. Ja, het is erg ver gezocht, moet ik zeggen hoor. Ik vind het wel erg ver gezocht. Maar dat is gewoon lastig. Het makkelijkste is gewoon even lekker uitspoelen met warm water. Ik denk dat het gros het doet, laat ik het zo zeggen. Ja? En gewoon zo'n pauze. Tot ziens! Bij mijn tafel zit Ingrid van den Berg. Ze is van de Stichting Milieu Centraal. Dat is ooit opgericht door het ministerie van Milieu. Ja. Maar tegenwoordig is Milieu Centraal onafhankelijk. Een van de verfkopers, mevrouw van den Berg, zei in dat filmpje, vroeg van, nou, mag je het nou wegspoelen door de kraan? En toen zei die verfverkoper, niemand is roomser dan de paus. Iedereen denkt het is op waterbasis, dus je kan het gewoon onder de kraan houden. Ja, dat is wel een beetje schokkend, want ze weten eigenlijk allemaal wel dat het niet onder de kraan mag. Maar ze doen het toch wel. En ik denk dat heel veel consumenten het ook doen omdat ze denken dat het, omdat het mag. Ze denken want dat hebben hier een pot, hè? Acryl op waterbasis. Ja. Wat is er nou gevaarlijk aan? Wat is er schadelijk voor het milieu aan? Nou, verf, dat blijft een schadelijke stof, welke soort verf je ook hebt. En in de acryl of de waterverdunbare verf zit veel minder oplosmiddel. Maar er zit nog steeds kleurpigmenten, bindmiddelen, conserveringsmiddelen in. Dus het blijft gewoon een schadelijk goedje waar je de restjes van bij het kleinchemisch afval moet inleveren. En er staat ook heel ergens een kleine lettertjes achterop. Spaar het milieu, spoel kwasten en rollers niet uit onder de kraan. Breng verfresten naar een verzamelpunt voor kleinchemisch afval. Dat staat op deze pot latex. Dat is eigenlijk al waterverf sinds het bestaan van latex. Ja, dat klopt. Staat het ook hier in dat rode vlakje. Maar het is ook al ongelooflijk pieterpeuterig klein, hè? Ja, het is heel klein. En mensen denken waterverdunbaar. Het lijkt een beetje op ranja of het heel onschuldig is. Maar het blijft verf. En net als alle andere verfsoorten moet er zorgvuldig mee omgegaan worden. En apart inzamelen. En is deze wat minder schadelijk omdat deze acryl bevat en deze niet? Ja, de latex muurverven, daar zit wel het minst oplosmiddel in en het meest water. Maar het blijft verf. Moet je dan na afloop je kwasten dan op een gegeven moment, hoe moet je die reinigen? Nou, wat wij mensen aanraden is dat ze tijdens de klus na de eerste laag de kwast of de roller inpakken in aluminiumfolie of in een plastic zakje of hem in een potje water zetten. En dan kan je eigenlijk de volgende dag als je de tweede laag gaat aanbrengen gewoon verder met schilderen. Dan hoef je eigenlijk dus je kwast of je roller niet te reinigen. En ben je echt klaar met de klus, is het verfwerk af, dan zeggen we van nou laat hem opdrogen en lever hem dan in bij het kleinchemisch afval. Ga je opnieuw schilderen, koop een nieuwe roller of een nieuwe kwast. Dus voetsie kwast, 16 gulden pleitos.
Nou, nee, er zijn heel veel... we hebben zo'n grote kwast gekost. Het kost 16 rollen. Nee, dat en er was nee, deze niet. Deze rollers, die rollers die worden ook echt gekocht als wegwerprollers. Er zitten vaak 2 of 3 van die rollers in 1, zo'n pakje. En dan kan je zo'n dat handding, dat koop je er los bij. Dus ze worden ook echt... De goede koper natuurlijk. Hebben wij weer de verkeerde gekocht. Wat erop staat is, na gebruik de rollen in water schoonmaken. Bij terpentine verdunde muurverf, reinigen met terpentine of kwastreiniger. Daar hebben we het hier niet over. Dat is ook echt onzin, want er is bijna geen muurverf wat je met terpentine verdunt. Dus het is een hele rare tekst op de verpakking. In maar alle gevallen moet je het nawassen met groene zeep. En de rollen hangend laten drogen. Ja, nou, dat is dus niet wat wij adviseren. We zeggen gewoon, want zo duur zijn die kwasten niet als je het vergelijkt met wat verf kost. Gooi hem gewoon weg bij het klein chemisch afval. Weet u wat er op uw homepage staat? Ja, gooi je bij het gewone huisvuil. Nou, er is wat discussie over... hoe dat dan zit met als de verf opgedroogd is. Het is duidelijk dat als de verf nog vloeibaar is, dan moet het in ieder geval bij het kleinchemisch afval. Er is wel discussie over of het nou, als het ingedroogd is, of het dan kleinchemisch afval is of huisvuil. Maar in tegenstelling wat op onze homepage staat, zeg ik nu van doe het toch maar bij het kleinchemisch afval. En er zijn er van die zuinige mensen die gaan inderdaad die kwasten, gaan die onder kraanwater, gaan die schoonmaken. Die doen dat heel netjes, zoals wij dat hier doen, in die bakken. Dan heb je op een gegeven moment, hoeveel bakken staan er nog? Een stuk of 5 schilders? Schone bakken? Nee, vieze. Vies bakken. Oh, vieze bakken. Van 1 rolletje. Maar dan zie je ook... Dit is van een kwast en dit is van de roller, rood. En dat is allemaal van 1 wit kwast. Maar dan zie je ook hoeveel water je vervuilt met 1 kwast. Dus, ja, wat dus, moet je ermee doen, hè, met het water? Ja, je moet het... Dus dat is ook waar we aanraden, om het niet in water schoon te maken. Maar het gewoon eerst in te pakken, zolang je met de klus bezig bent. En na de klus weggooien. Ja, het is duidelijk. Je mag niet te zuinig zijn in het leven. Dank voor uw komst. Geen dank. Dit is een foto van Kirsten Sommers. Ze heeft er in totaal 5 gekregen nadat ze 100 gulden heeft betaald aan modellenbureau Interfaces. En dit is Kirsten Sommers in het echt. Nou, lijkt er wel op, hè? 100 gulden voor 5 foto's. Deugt dat wel? Het is gewoon vleiend, ja, leuk. Je kunt zo beroemd worden en je verdient nog leuk geld ermee. Je ziet elke dag leuk uit. Je mag overal op feestjes komen. Natuurlijk is dat leuk. Dit is waar Kirsten Sommers uit Nijmegen van droomde. Een internationale carrière als fotomodel. Ze reageerde op een advertentie van modellenbureau Interfaces en ging naar de bijeenkomst met een fotosessie. En hoe ging de fotosessie? Ja, beroerd. Ik vond het echt heel... Ja, ik vond het best spannend. En toen ik helemaal aan de beurt was... het was echt een kwestie van... 2 minuten, zenuwachtig, dus je gaat niet meteen goed staan. Je weet niet goed hoe je moet kijken, een beetje verlegen. En die man was vrij kort af. En ik had er niet zo'n fijn gevoel over. Van de 8 foto's die de fotograaf voor Kirsten met een printer afdrukte, kreeg ze er 5 mee naar huis. Maar daar moest ze wel eerst contant 100 gulden voor betalen. Zijn de foto's mooi geworden? Ja, ik heb ze hier liggen. Ja, ik ben er zelf niet tevreden mee. Ik vind ze wel leuk, maar ik vind de foto's die ik in mijn foto om zitten ook wel leuk. Dus dat wil niks zeggen. Je had meer verwacht? Ja, zeker. Vroegen ze nog meer geld voor andere dingen? Ik heb een brief gekregen of ik op een internetpagina wou. Ik kon 1 via de internetpagina voor 1 jaar reserveren. Dat zou 120 gulden kosten. Ik kon een CD-ROM kopen met mezelf erop. Dat zou 35 gulden kosten. En ik kon in het modellenjaarboek komen. Ze hebben een modellenjaarboek waar alle modellen in staan. Met een kleine foto voor 75 gulden. Sander Schieferli is oud-voorzitter van de Belangenvereniging voor Modellenbureaus. Wat vindt hij van de werkwijze van modellenbureau Interfaces? Nou, ik vind dat er heel behoorlijk is over nagedacht. Dat het eigenlijk een heel slimme manier is om op een snelle manier veel geld te kunnen verdienen. Waar geen garantie voor werk tegenover staat. Dan kan je een garantie natuurlijk nooit geven. Maar ga niet eerst geld vragen en dan geen garantie geven of überhaupt helemaal geen werk geven. Hun hebben een informatiebandje op een informatienummer. En daar noemen ze hun grote opdrachtgevers waar ze vaak voor werken. Het modellenbureau Interface treedt voornamelijk op als intermediair en heeft in de loop van de jaren voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers gewerkt. De opdrachtgevers zijn de VARA, Diesel Jeans, Forgo Tapijten, de Bijenkorf. Dus ik heb er eentje uitgepikt. Ik heb de Bijenkorf gebeld. En via de Bijenkorf ben ik bij hun bemiddelingsbureau terechtgekomen voor modellen. Die hadden nooit van gehoord. Nooit.
Nooit iets met het bedrijf gedaan, nog geen lamp ervan gehuurd bij wijze van spreken, helemaal niks mee gedaan. En toen heb ik de Vara opgebeld, omdat zij ook een klant van hem waren, beweerde ze. Nou, Vara wist ook nergens van en toen kwam ik bij Kassa terecht. Interfaces heeft geen kantoor en bellen kan ook niet. De modellen zijn uitsluitend via internet te boeken. We vragen directeur Zuidema of hij voor de camera wil verschijnen, maar dat wil hij niet. Wel krijgen we via de fax een uitgebreide verklaring. Daarin ook een opmerking over het klantenbestand. Dat de overgang en de stap om uitsluitend nog bereikbaar te zijn op internet en dus als een soort postorderbedrijf verder te gaan, is misschien te snel en wellicht te voorbarig, omdat de markt daar nog niet aan toe is. Maar als ondernemer kan ik ook fouten maken. Ik geef dan ook toe dat het een en ander niet zo gelopen is zoals ik had verwacht. Op onze lijst van klanten staan inderdaad ook oude klanten. De lijst, en dat geef ik toe, is niet actueel meer. Volgens Schieferli wemelt het in de modellenbranche van bureaus die snel geld willen verdienen. Ja, maar op de lange termijn hou je dat nooit vol. Maar dat zal dit soort mensen een zorg zijn, want dan beginnen ze daarna gewoon ergens anders weer opnieuw. Maar Interfaces houdt het al wel een hele tijd vol. Op 28 december 1995, ruim 4 jaar geleden dus, stuitte het VARA-programma Zembla al op een zwarte lijst van verdachte modellenbureaus. En wie kwam er in dat rijtje voor? Juist. De eigenaar van Interfaces heeft ons inmiddels laten weten voorlopig geen fotosessies meer te organiseren, omdat hij eerst orde op zaken wil stellen. Heel verstandig. Voor een huurhuis gold altijd alles achterlaten in de oude staat. Tegenwoordig zijn woningbouworganisaties veel coulanter, maar het gaat nog lang niet altijd goed tussen huurder en verhuurder. 12 jaar al woont Kobi Ipenburg in een flat van de Zandvoortse woningbouwvereniging EMM. Toen haar zoon het huis uitging, heeft ze zijn slaapkamer bij de keuken getrokken. Zonder de woningbouwvereniging om toestemming te vragen. Ik vond het helemaal niet nodig om dat te doen, want er werd zoveel verbouwd om mij heen. En er werd door de woningbouw ook een heleboel gedaan waarvan een ander dacht, is dat nodig? Dus ik vond het niet nodig om dat te gaan aanvragen. Kobi Ipenburg gaat eind van deze maand verhuizen. Als ze dat meldt bij de woningbouwvereniging en vraagt of de tegelvloer mag blijven liggen, krijgt ze te horen dat het prachtig was, dat hij er gelikt uitzag, maar dat hij er wel uit moest voor de helft. Voor de helft? Ja, voor de helft. Hier was de scheidingswand en die liep door tot hier, tot op de helft van het raam. Dit was een slaapkamer. Moet je de muur weer optrekken? Nee, ook? Dat is niet te bedoelen. Moet je de deur weer terug? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal. Alleen de vloer? Het gaat dus alleen duidelijk, ze willen alleen dat de vloer eruit gaat. De woningbouwvereniging laat snel na het telefoontje de flat nog even inspecteren. 2 dagen later, toen kwam de opnamecontroleur hier bekijken hoe het eruit zag. Die was er heel erg blij mee. We waren alle 2 blij. Hij blij, ik blij. En die heeft er inmiddels vanaf gezien. Omdat? Hij vond het te grote problemen opleveren met aangaande de woningbouwvereniging. Gaat u hem slopen? Ik denk als het zover gaat komen dat wanneer ik mijn sleutels inlever de 29e mei, dat ik 28 mei de metselaar even met specie laat komen met een grote wisser en het van voor naar achter dicht laat smeren. En dan is die bezem schoon opgeleverd, want het wordt dus van je geëist. Niet iedereen heeft deze reportage helemaal goed kunnen volgen, want met dit weer was er sneeuw. Storing van de zender. Onze excuses. Er is aanstaande maandag een herhaling van Kassa. Dan ziet u het helemaal perfect, mogen we hopen. Bij mij aan tafel Hans Rozenboom. Hij is van de Nederlandse Woonbond. En Gerard de Breij van de woningbouwvereniging van mevrouw Ipenburg, EMM. Meneer de Breij, uw motto is veranderen mag. We zagen net die brochure in beeld. Yes. Daar stond dat op. Maar die tegelvloer moet er toch uit. Waarom? Ja, u heeft kunnen lezen dat EMM een zeer ruim beleid voert wat betreft allerlei zelf aangebrachte voorzieningen. Ja, maar het gaat mij alleen, erom, waarom moet die tegelvloer eruit? Er zijn enkele zaken die niet toegestaan zijn, waaronder de tegelvloer. Want een tegelvloer in een flat kan hinder veroorzaken bij de benedenburen. Maar de benedenburen van mevrouw Ipenburg hebben er helemaal geen last van, zeggen ze. Ja, het kan zijn dat mevrouw Ipenburg op kousenvoeten loopt, maar de volgende huurder kan wel hakken dragen. Of stel je voor dat beneden, waar de slaapkamer zich bevindt van de benedenburen, een kind ligt te slapen en regelmatig wordt gewekt in de slaap, doordat bijvoorbeeld de bovenbuurvrouw op hakken loopt, dan wel een tapdanseres is. Of dat de buurman een kratje bier neerzet. Ik bedoel, dan zou dat zeer hinderlijk zijn en dat willen wij voorkomen. Meneer Rozenboom van de Woonbond, wie heeft er gelijk? Meneer de Breij van de woningbouwvereniging, ja, of mevrouw Ipenburg?
Ik denk mevrouw Ypenburg, want bij de aanleg van die vloer, bij het tegelen, zijn echt voorzieningen getroffen om iets aan die geluidsisolatie te doen. Er is 10 centimeter cement gestort. U bent er geweest ook? Ja, ik ben er geweest. U heeft het gezien. Ziet er gelikt uit, inderdaad. Fantastisch vloertje. Ja, en eigenlijk, mijn conclusie is dat de verhuurbaarheid van die woning gewoon toegenomen is. En dat het ontzettend jammer is dat die verhuurder zegt van, ja, er is geen toestemming gegeven, u heeft geen toestemming gevraagd, dus het moet weg. En ik vind dat zo zonde. En de geluidshinder, waar meneer De Bruijt over heeft? Daar heb ik dus niets van gemerkt. En de benedenburen, daarvan vernam ik dat die ook geen klachten hebben. Maar ze loopt misschien op kousenvoeten, alhoewel ze in het filmpje was ze flink aan het dansen. Ja. Volgens het filmpje, als je naar het filmpje kijkt, zeg je fantastische verbetering. Meneer De Bruijt, een van uw eigen inspecteurs heeft notabene gezegd, nou, die vloer eruit, dat is gekkenwerk. Die man is teruggefloten. Die is inmiddels misschien ontslagen zelfs. Nou, zo erg is het niet. In ieder geval, de opzicht heeft op dat moment verkeerde informatie gegeven. Vond u? Op dat moment wel, want het opnameformulier is op kantoor getoetst aan ons beleid. En bovendien is het zo dat mevrouw Ypenburg over allerlei schriftelijke informatie beschikt, waarin heel duidelijk staat dat tegelvloeren in flats niet toegestaan zijn. Komt dit veel voor, dit soort klachten? Ja, dit staat bij de Woonbond nummer 2 op de top 5 van klachten. He, dus zelf aangebrachte voorzieningen, herstel in oude staat. Herstel in oude staat, daarvan zeggen ons althans veel woningbouwverenigingen, nou, dat hanteren we al lang niet meer. Voor het grootste deel hebben ze gelijk, maar wij zitten nog wel met een aantal klachten. Hè. Dus herstel in oude staat is dat als je vertrekt, dat de woning dan echt opgeleverd moet worden zoals je hem ooit betrok. Mm-hmm. Dat kan 30 jaar terug zijn en dat kan betekenen dat je boom moet kappen. Nou, dat komt minder vaak voor, maar nog steeds komt herstel in goede staat voor, waarbij de verhuurder eist dat er toestemming is gevraagd voor een verbetering of een verandering. Ja? En als de huurder dat niet gedaan heeft, dan heeft hij vaak een probleem. Ook omdat die eis ruksigloos gesteld wordt. U zou woningbouwvereniging wat anders aanraden? Ja, wij raden ze aan om die eis dat er toestemming moet worden gevraagd te laten vallen. Huren wordt dan veel leuker. En je ziet ook dat mensen echt in de problemen komen. Mensen met lagere inkomens, die verhuizen, die krijgen dan een rekening van, laten we zeggen, 3000 gulden. Kunnen dat niet opbrengen, worden failliet verklaard, onder curatele gesteld. Nou, het leed is niet te overzien. Dus als je de eis handhaaft, dat er toestemming moet worden gevraagd door de huurder, zorg dan in ieder geval voor een fonds waarmee je mensen die echt in de problemen komen kunt helpen. Goed idee, zo'n fonds? Zo'n fonds is niet nodig. Want die schriftelijke toestemming is juist ter bevordering van de rechtszekerheid van de huurder en ter bescherming van de huurder. Als mevrouw Ypenburg op het vooraf schriftelijke toestemming had gevraagd, dan had ze geweten dat die wand niet meer teruggezet had hoeven te worden. Van die slaapkamer? Van die slaapkamer, precies. Ja. Dat de keuken die ze hebben aangepast ook niet veranderd moet worden. Maar ze had dan wel geweten dat een tegelvloer in een flat niet toegestaan is. En een tegelvloer in de keuken mocht wel, hè, geloof ik. Ja, maar dat grenst keuken op keuken. En boven een slaapkamer is dat een heel ander verhaal. Maar in die slaapkamer zou ze nu vloerbedekking moeten gaan leggen? Dat zou Weet u wat mevrouw Ypenburg zegt? Ik gooi er een laagje cement overheen, ben ik van alles af. Nou, ja, het is duidelijk dat die tegels verwijderd moeten worden. Ja? Ja, zeker. Wat het ook kost? Wat het ook kost, maar het kost niet zoveel, maar ze moeten verwijderd worden. Wat zou u aanraden? Ik zou het probleem niet verdoezelen met een laagje cement, maar ik zou naar de rechter gaan. Dit is niet redelijk wat hier gevraagd wordt. Zou ze een grote kans maken om het daar te winnen? Ik ben geen rechter, ik ben de rechter niet, maar ik denk dat ze een redelijke kans maakt. Heren, hartelijk dank. En strijk nog eens over uw hart. Denk nog eens na. Informatie over dit programma vindt u op internet en op teletext. Dit was Kassa alweer voor vanavond. Goedenavond.